Een 3-1 voorsprong weggeven. Ja, wat voor trainer heb ik hier dan voor me staan? Nou ja, op voorhand was de insteek dat we in ieder geval niet zouden verliezen, want dan blijven zij op 10 punten staan. En dat in die doelstelling zijn we geslaagd. Maar als je 3-1 voor staat met de rust, dan zul je de tweede helft meer energie erin moeten stoppen. En dat stopte zij wel. En dan vind ik ook dat zij terecht die 3-3 gescoord hebben. Is dat ook waar je op voorhand niet bang voor was? Maar dat heb je wel benoemd natuurlijk, omdat zij echt strijden tegen die degradatie en jullie zo goed als veilig zijn. Is dat een beetje wat het verschil heeft gemaakt in die tweede helft? Ja, 100%. Heb je goed gezien. We hadden afgesproken van de tweede helft, we beginnen gewoon met 0-0. En laat maar weer zien. Maar zij wonnen alle tweede ballen, zij wonnen duels. En voorin kregen wij wel de kansen natuurlijk. Barry 100% kans. Robert die alleen op de keeper afgaat en nog een paar van die uitgespeelde situaties. Maak je dat af, dan speel je zo'n wedstrijd probleemloos uit. Maar goed, jullie staan flink boven die streep. 9 punten nou. 10 punten. Ja, 10 punten boven TEC ook nog. Wat zie je nog voor je die komende weken? Nou ja, proberen alles eruit te halen wat erin zit. Er zijn nog een paar hele leuke wedstrijden komen eraan. En daar gaan we alles aan doen om zoveel mogelijk punten te halen. Nou, jullie hebben ons ook vermaakt vandaag, maar daar schiet jij niks mee op natuurlijk. Nee, maar ik vind het wel fijn dat wij jullie vermaakt hebben. Het was een leuke wedstrijd, gebeurde van alles. Emoties, strafschoppen, doelpunten, kansen missen. Dus wat dat betreft zijn de kijkers wel aan hun trekken gekomen. Emoties, ja, het gebeurde natuurlijk vlak voor de duck-out van TEC. Buitenspelgoal, ja dan nee, penalty, ja dan nee. Wat krijg jij er dan van mee? Of denk je, ik haal mijn schouders op, ik vind het prima. Ja, wat moet ik daaraan doen? Wat moet ik daarover zeggen? Ik sta 80 meter verder aan de andere kant en ik heb de staf van TEC maar uit laten vechten. Ik heb wel tegen de spelers gezegd van geef de scheidsrechter een compliment en help die man mee. Want de tegenstander die werkt niet mee met de scheidsrechter en dat kan voor ons werken. En wat voor blikken of appjes krijgt Sherwin Grot nou vanuit de rode kant in Spakenburg? Want de speler van jullie maakt hier even die 3-3. Krijgt hij dan boze blikken? Nee hoor, laat hem lekker zijn succesje vieren en zorgen dat hij niet degradeert met Tech.